Deze les gaat over hoofdstuk 2, paragraaf 4. En het behandelt hoe je ogen werken. De paragraafvragen van deze les zijn: hoe werkt je oog? En hoe komt het dat je beter ziet als je de juiste bril of de juiste contactlenzen draagt? Hier zie je een doorsnede van het oog. En we behandelen even alle onderdelen waar het licht door moet passeren om van buitenaf hier terecht te komen op het netvlies. Allereerst hebben we hier het hoornvlies. Die beschermt het oog. Daarachter zit de voorste oogkamer. Vervolgens gaat het licht hier door de pupil. De pupil kan groter en kleiner worden en regelt de hoeveelheid licht die binnenkomt. Dan komen we langs de ooglens, vervolgens het glasachtig lichaam en het licht zal verder hier op het netvlies vallen, die het licht omzet in elektrische signalen wat verder in de hersenen terechtkomt. We gaan nu even kijken hoe er in het oog beeldvorming plaatsvindt. En dat gebeurt op de normale manier zoals we dat kennen bij bolle lenzen. We hebben hier een pijl als voorwerp, de pijl AB. Die gaan we afbeelden op het netvlies hierachter in het oog. Om te bepalen hoe het beeld daar ontstaat, kunnen we gebruik maken van de lichtstralen door het midden van de lens, die hierachter de punten aangeven waar A afgebeeld wordt op A-sterretje en B afgebeeld wordt op B-sterretje. En we zien dan dat het beeld een stukje kleiner is en ook dat het op zijn kop staat. Alle beelden in het oog worden ondersteboven weergegeven. Het oog kan ook nog zelf scherp stellen. Dat doet hij door te accommoderen. Dat kunnen we hier zien. Als de lens ontspannen is, dan is die dun. Alle lichtstralen die evenwijdig aan de hoofdas van de lens binnenkomen, die vallen in één punt achter op het netvlies. Voor voorwerpen die dichterbij staan, zijn de lichtstralen divergerend. Om ze dan toch in één punt weer op het netvlies te krijgen, moet de lens dus extra afbuigen en daardoor wordt hij dikker. Het boller worden, dikker worden van de lens noemen we accommoderen. Als de lens maximaal geaccommodeerd is, zoals bijvoorbeeld hier het geval is, dan is dit het dichtstbijzijnde punt wat nog scherp kan stellen op het netvlies. En dat noemen we het nabijheidspunt. Als we iets willen lezen of iets willen zien wat dichterbij is, kunnen we dat niet meer scherp zien, omdat de lens niet voldoende kan scherpstellen, niet voldoende kan accommoderen. Dus het nabijheidspunt is het dichtstbijzijnde punt wat we volledig geaccommodeerd nog scherp kunnen zien. We bekijken nu de verschillende oogafwijkingen die het oog kan hebben. Ten eerste gaan we kijken naar verziend. Als een oog verziend is, dan is er of sprake van dat de oogbol te kort is, waardoor de lichtstralen eigenlijk achter het netvlies samenvallen, of dat de oogbol niet sterk genoeg is om de lichtstralen op het netvlies af te buigen en dus dat ze daardoor dus ook achter het netvlies terechtkomen. Lichtstralen die in de verte, vanuit de verte komen, die evenwijdig dus het oog binnenvallen, zijn niet scherp te krijgen op het netvlies, tenzij het oog al begint te accommoderen. Dan is het wel mogelijk, maar dat betekent dat het oog dus continu aan het accommoderen is en dat verzorgt vermoeidheid van de ogen en ook hoofdpijn. Het betekent ook dat als het punt dichterbij komt en het oog al aan het accommoderen is, er al vrij snel een punt bereikt wordt dat het oog maximaal geaccommodeerd is en dus dat het nabijheidspunt van het oog bij verziend erg ver weg ligt. Je kan dus wel in de verte zien, maar niet dichtbij zien. Een andere afwijking die hiermee te maken heeft, dat is oudziend. Bij oudziend is er sprake van dat de ooglens niet meer erg flexibel is. En dat betekent dat voor voorwerpen dichtbij het oog niet voldoende kan accommoderen om het scherp te krijgen. En dus bij oudziend ligt ook het nabijheidspunt een stuk verder weg dan het normale oog. De oplossing in beide gevallen is een positieve lens. Door een positieve lens voor het oog te gebruiken, worden de lichtstralen al enigszins gebroken, waardoor ze uiteindelijk precies hier mooi op het netvlies terechtkomen. Omdat de lens die we dan gebruiken bedoeld is om juist dichtbij te zien, noemen we zo'n bril ook vaak een leesbril. Een andere oogafwijking is het zogenaamde bijziend. Bij het bijziende oog is ofwel de oogbol te lang, of het ongeaccommodeerde oog is, de ooglens is te sterk, waardoor de lichtstralen al voor het netvlies samenkomen. Dat kun je oplossen door een holle lens te gebruiken. Bij een holle lens, oftewel een negatieve lens,
gaan de lichtstralen iets uit elkaar. Ze worden iets divergerend. Waardoor ze iets verder achter in het oog samenvallen. En als je dan de goede lenskeuze hebt, dan valt dat precies samen op het netvlies. Mensen die bijziend zijn, hebben dus een bril nodig om in de verte te kunnen zien. Want dichtbij kunnen ze heel scherp zelf zien. De mate van breking die een lens doet, bepaalt de sterkte van de lens. Als de lichtstralen sterk worden afgebroken, spreken we van een sterke lens. En als die minder sterk wordt afgebogen, is de lenssterkte ook minder groot. Een lens die een grote sterkte heeft, heeft dus een hele korte brandpuntsafstand. Je kunt de lenssterkte uitrekenen S door 1 gedeeld door F te nemen, oftewel 1 gedeeld door de brandpuntsafstand. Hierin is S de lenssterkte, uitgedrukt in de eenheid dioptrie, afgekort dpt. En de brandpuntsafstand wordt uitgedrukt in meters. Om te kijken of je het werken met de formule van de lenssterkte goed begrepen hebt, wil ik graag dat je deze twee situaties uitrekent. De lenssterkte in geval van een brandpuntsafstand van 0,25 meter en de lenssterkte bij een holle lens met een brandpuntsafstand van 3,5 centimeter. Zet het filmpje dus even stil, reken het even rustig uit en aan het eind van de film krijg je het antwoord om te controleren of je het goed hebt gedaan. Ten slotte eindigen we met de leerstofvragen. Dat zijn de vragen die je moet kunnen beantwoorden om zeker te zijn dat je de paragraaf goed hebt begrepen. De vragen zijn: uit welke onderdelen bestaat het oog? Wat is accommoderen? Welke oogafwijkingen zijn er en hoe zijn ze te corrigeren? Wat is het vertepunt? Wat is het nabijheidspunt? En wat is lenssterkte en hoe bereken je die? En samengevat zijn dit de ik kan u vragen, zoals je ook in het boek staan. Ik kan nu berekeningen maken met lenssterkte en brandpuntsafstand. Ik kan uitleggen hoe het oog werkt en op verschillende afstanden kan scherpstellen. En ik kan eigenschappen benoemen van de oogafwijkingen bijziend, verziend en oudziend. Als je deze vragen nog niet goed kunt beantwoorden, kijk dan nog even terug, zodat je goed voorbereid in de les komt. Op de volgende pagina zie je de antwoorden. Controleer of jouw antwoorden overeenstemmen met wat hier ook staat. Klopt het niet? Stel er dan vragen over in de komende les. Veel succes!